We zijn hier op de Rai, op de Provada, een Chinese delegatie. Waarom is het zo belangrijk dat er een Chinese delegatie op de Provada is? Nou, ik denk dat het belangrijk is voor de internationale contacten, met name met China. U weet dat Nederland een grote investeerder is in China. Het is nummer 2 op de wereldranglijst van de Europese landen na Duitsland. Bovendien zijn wij de tweede handelspartner van China in Europa. Dus u begrijpt dat daar ontzettend veel intermediair contacten tussen China en Nederland zijn. En deze delegatie is daar eigenlijk een soort van gevolg van. Om deze contacten aan te houden. Het netwerk is heel belangrijk in China, maar natuurlijk ook heel belangrijk in Nederland. En deze vastgoedbeurs is voor de Chinezen een belangrijk medium om naartoe te gaan en contacten te leggen, om investeerders aan te trekken, maar ook om zelf financieel betrokken te raken bij investeringen in Europa. En met name ook in Nederland, omdat het een van de belangrijkste uitgangshavens is voor hun producten voor de Europese markt.